Titel heeft deze man niet meer. Die van de rijkste man op aarde. En dat heeft Bill Gates helemaal zelf voor elkaar gekregen door geld weg te geven. Het liefst zou hij dat nog veel meer doen, maar dat lukt hem niet. Gates is als rijkste man ingehaald door de topman van Amazon, Jeff Bezos. Hij kreeg er dit jaar een paar miljard bij en staat nu op zo'n 100 miljard dollar. Bill Gates ja, die deed het dit jaar net iets minder goed en moet nu dus genoegen nemen met de tweede plaats. Dat is niet omdat het met zijn bedrijf Microsoft zo slecht gaat of omdat hij een slechte belegging heeft gedaan. Nee, het komt omdat Gates zoveel geld heeft weggegeven aan goede doelen. 4,6 miljard dollar gaf hij dit jaar aan zijn eigen goede doel, de Bill en Melinda Gates Foundation. Het was de grootste schenking van de eeuw. Ter vergelijking, Nederland begroot 4,5 miljard euro voor ontwikkelingshulp. Maar zelfs die megaschenking van Gates is niet genoeg om de groei van zijn vermogen bij te benen. Dat groeide namelijk met 9 miljard dollar dit jaar. En dat gebeurde al veel vaker. In 2016 gaf hij zo'n 2 miljard dollar weg. En toen ging zijn vermogen met 6 miljard omhoog. 2015 is een beetje een gek jaar. Toen ging het niet zo goed met Bills geld. Maar ook in 2014 en 2013 steeg het vermogen van Bill Gates veel harder dan het geld dat hij aan goede doelen gaf. In 2013 gaf hij zelfs maar een schamele 181 miljoen dollar. Ja, en kijk, dat zie je hier gebeuren. Dat vermogen van Gates dat groeit dus sneller dan dat hij het weggeeft. Er zitten natuurlijk een paar kleine dipjes in deze lijn, maar hij kan nog zoveel uitgeven aan goede doelen. Zijn eigen vermogen groeit harder. Je zou kunnen zeggen dat het misschien maar goed is dat Gates niet al zijn geld in één keer weggeeft, want meer geld weggeven geeft je ook meer invloed in de wereld. Superbelegger George Soros bijvoorbeeld. Die steekt miljarden in het promoten van democratie en het bestrijden van intolerantie. Politieke thema's die hij belangrijk vindt. Mark Zuckerberg wil het merendeel van zijn geld weggeven voor beter onderwijs in Amerika. Niet zo gek, want hij heeft zelf jonge kinderen. En Bill Gates zet in op het aanpakken van malaria en AIDS. De ziektes die hij als eerste wil bestrijden. Maar ja, het zijn niet echt politieke doelen. Misschien doet hij het dus wel heel bewust. Hij geeft zijn geld langzaam weg, omdat hij weet dat zijn vermogen ieder jaar harder groeit. En hoe langer hij dus wacht, hoe meer hij uiteindelijk aan die goede doelen kan weggeven. Oké, okay, dit is weer diezelfde lijn en daar zitten weer een paar dipjes in. Maar hij is in een paar jaar al van 60 miljard naar 90 miljard dollar gegaan: 50% groei in vijf jaar tijd. En trek je die lijn dan door, dan zou Bill Gates over 10 jaar maar liefst 200 miljard dollar hebben. Gates is dan in de 70 en hij wil aan het einde van zijn leven 95% van al zijn geld hebben weggegeven. Dat komt dus neer op zo'n 190 miljard. En dan blijft er over nog zo'n 10 miljard. Dat is lekker voor zijn kinderen, zou je denken. Nou, daar denkt Bill Gates anders over. Hij vindt 10 miljoen per kind wel genoeg. Want van al dat geld, daar worden ze niet beter van.